Het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, zegt alles onder controle te hebben. Dit naar aanleiding van de materiële schade aan de strafinrichting Santo Boma, veroorzaakt door hevige rukwinden. De controle betreft de veiligheid van de gedetineerden. Dit bevestigt Wendel Pinas, woordvoerder van het korps. Pinas gaf aan dat de leiding van het korps, Joyce Pane Alfaisi, samen met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, alles in het werk hebben gesteld om de veiligheid van de gedetineerden te garanderen. Dus de samenleving is geruststellen. Dat is natuurlijk een van onze doelen. Veiligheid, niet alleen voor de gedetineerden, maar zeker ook voor het personeel werkzaam in dus de inrichting. Dat is up-to-date. Natuurlijk ook dankzij aan dus, mijn collega's die dus snel hebben gereageerd. En een grote aantal dat ook nog vanmorgen aanwezig zijn om dus die veiligheid te garanderen. De uitdaging nu is om alles binnen de strafinrichting te normaliseren. Vooralsnog zijn de gedetineerden verplaatst naar andere units. Families hoeven zich niet druk te maken over de gezondheid van hun geliefden, zegt Pinas. Met de verschillende actoren, zoals de brandweer en het NCCR, wordt gewerkt aan het herstel van de gebouwen die zijn getroffen door dit natuurverschijnsel. Ik heb wel gemerkt dus dat de mensen bezig zijn om dus de zaken te begroten. Om natuurlijk te kijken hoe snel ze de zaken kunnen oppakken. Als het nieuwe opzet moet zijn of als het zeg maar iets is voor de time being. Maar dat zijn dus de deskundige mensen die dus met man en mag dus werken aan dus, een snelle renovatie van de zaken. Ik zie dus dat de mensen voortvarend bezig zijn. En in eerste instantie natuurlijk hebben dus de mensen van RCCR en ook ja, brandweer erbij gezorgd voor dus, die trampoline. En hebben ervoor gezorgd dus dat de zaken niet tegen gaan verergeren. Ja. Of zeg maar dat de schade beperkt is gebleven. Er hebben geen ongelukken plaatsgevonden onder het personeel en de gedetineerden, gaf Pinas aan.